Het is 1 uur. Dit is het journaal met Hanne de Kouteren. Heel goedemiddag, welkom. Opnieuw is een zwarte man gedood door de politie in de Verenigde Staten. Deze keer in Atlanta, in de staat Georgia. De politiechef heeft er intussen ontslag genomen. En uit protest hebben betogers een restaurant in brand gestoken. Een politieagent schoot de man van 27 dood toen hij de agent en zijn collega's met een stroomstootwapen bedreigde. Op beeld van de bodycam van een van de agenten is te zien hoe ze een man aanspreken die in slaap was gevallen, terwijl hij stond aan te schuiven aan een drive-in restaurant. I'm sorry if I... I just got something to eat. I went to visit my mother's gravesite. I'm not causing any problems. Well, we gotta make sure that you're safe to operate a vehicle. De agenten doen een alcoholtest. Blah 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 blah. Stop. I think you've had too much to drink to be driving. Put your hands on your back. Wanneer de agenten hem in de boeien proberen te slaan, worstelt hij zich los met het stroomstootwapen van één van de agenten. Stop, man. Stop. We're gonna get tased. This the right. Hey, that's what the Where you will be able to see on the video the Atlanta officer literally reach down to get his service weapon. And as he gets his weapon, Mr. Brooks begins turning his body away from him, I presume, to flee. And it looks like that's when the discharge of the weapon goes off then. It's just like that, literally. Onder een foto van het slachtoffer Rayshard Brooks zegt de advocaat van de familie dat de schietpartij voor niets nodig was. In Georgia, a taser is not a deadly weapon. That's the law. That's what the cops are trained to do. It's not a deadly weapon. I've had cases where officers have used tasers on victims and they argue with us in court that tasers aren't deadly. Ook de burgemeester van Atlanta deelt die mening. I do not believe that this was a justified use of deadly force and have called for the immediate termination of the officer. What do we want? Justice. What do we want? Now. Na de dood van Rayshard Brooks verzamelen demonstranten in de buurt van het incident. Running away. He didn't have a weapon on him. He wasn't hurting anyone. You shot him cold blood. In de loop van de nacht steken betogers het drive-in restaurant in brand. En onze correspondent in de Verenigde Staten, Björn Soenes, vreest dat de gebeurtenissen in Atlanta nog meer olie op het vuur zullen gooien en dat het protest tegen politiegeweld ook gewelddadiger kan worden. Er is fel protest ontstaan, demonstraties de hele dag in Atlanta van het is weer gebeurd, weer een zwarte verdachte. Eén agent is al ontslagen, maar niet opgepakt. En dan is het protest later op de avond, dus ja, het is eigenlijk nog bezig, uit de hand gelopen. De ordendiensten zijn tussen beiden gekomen, er is traangas afgevuurd. Ik vermoed dat de woede nog gaat toenemen nu, want het is opnieuw gebeurd wat ze aanklagen, namelijk buitensporig geweld van de politie tegen zwarte verdachten. Het protest zal zeker niet gaan liggen. De vraag is alleen hoe heftig en hoe hevig gaat het worden in andere delen van de VS. Ja, en de Amerikaanse ambassade in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is een reusachtig Black Lives Matter spandoek ontrold. Tegelijkertijd wiet het ambassadepersoneel dat ze solidair zijn met zwarten en dat ze vreedzame oproepen tot positieve verandering steunen. Black Lives Matter is de naam van de beweging die opkomt tegen racisme en politiegeweld. En het valt op dat uitgerekend de officiële Amerikaanse vertegenwoordiging in Zuid-Korea openlijk zegt dat ze de beweging steunt. En ook in ons land protest. In Halle is het borstbeeld van Leopold II vannacht van zijn sokkel gehaald door vandalen. Vorige week werd het beeld al eens beklad. De technische dienst van de stad heeft het vanmorgen weggehaald. De standbeelden van koning Leopold II in ons land staan ter discussie, omdat onder zijn bewind miljoenen Congolezen uitgebuit en gedood zijn. Op het beschadigen van standbeelden staan geldboetes tot €500 of een gevangenisstraf tot 1 jaar. En in Lanaken, Tongeren en Bilze zijn op muren, bushokjes en straten dan weer racistische teksten en nazi-symbolen gespoten. De brandweer heeft de handen vol met het verwijderen van de graffiti. Wie hierachter zit is niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Ja,
iets anders dan. Veel mensen hebben erop gewacht. En vanaf middernacht is het eindelijk zover. Ons land opent opnieuw de grenzen. Dat wil zeggen dat Belgen naar de meeste Europese landen kunnen reizen. Zo zijn we bijvoorbeeld welkom in alle buurlanden. Wie het kanaal over wil, moet in Groot-Brittannië wel eerst 2 weken in quarantaine. Wie dat niet doet, riskeert boetes tot €1100. Reizen naar Spanje, dat kan voorlopig nog niet. Daarvoor is het wachten tot 21 juni. Dat heeft de Spaanse regering deze voormiddag nog beslist. En omgekeerd zijn de meeste Europeanen ook weer welkom in ons land. Om het u makkelijk te maken, hebben we op onze website een overzicht gemaakt naar welke landen u nu mag reizen en naar welke nog niet. Ja, en sommige mensen kunnen niet snel genoeg vertrekken nu de grenzen weer opengaan. En dat geldt ook voor Geert en Maria uit Veurne in West-Vlaanderen. Normaal gezien gaan ze verschillende keren per jaar met de camper op reis. En na 3 maanden verplicht thuisblijven, zullen ze zelfs niet wachten tot morgen. De camper staat al klaar. Het kriebelt dan ook bij Geert om te vertrekken na 3 maanden verplicht thuisblijven. Oh, het was zijn. Andere mensen zien. Andere streken zien. Ik heb het echt gemist. En waar gaat de reis naartoe? Nu gaan we naar Friesland. Een weekje Friesland. En daarna zien we wel. Wel, we rijden vandaag nog tot buiten Antwerpen. Daar zijn er nog een paar prachtige motorhomeparkings waar we gaan overnachten. En dan morgen rijden we de grens over. 5 maanden per jaar gaan Geert en zijn vrouw Maria met de camper op reis. Ook toen de coronacrisis uitbrak, waren ze niet thuis. We waren in februari vertrokken richting Italië. En toen is hinder de crisis uitgebroken, waardoor we daar vroegtijdig vertrokken zijn richting Spanje. En dat 10 dagen Spanje, ja, dat was het daar ook prijs. En dan zijn we teruggekeerd. Gelukkig dat onze kinderen in de buurt wonen. Die ons regelmatig kwamen bezoeken. Maar het was lastig. Al meer dan 20 jaar reizen Geert en Maria met de camper. Vroeger met de kinderen, maar nu met z'n tweetjes in hun bubbel. Het is eigenlijk, want je blijft in je eigen bubbel. Je hebt alles is aanwezig. Sanitair, je hoeft eigenlijk niks van iemand anders te gebruiken. Je hebt alles bij. En dat bevestigen ook de virologen. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om van de zomer met de camper op reis te gaan. Ik vrees het. Maar goed, er zijn heel veel plaatsen. Europa is heel groot. Dus we gaan wel eigenlijk een plaatsje vinden. Ah, zalig. Blij dat we weer weg kunnen. Ja, blij, Geert. Sinds 20 maart waren onze binnengrenzen gesloten. En aan de grensovergangen mochten alleen vrachtwagens door en auto's indien ze een essentiële verplaatsing maakten. Vorige week werden de maatregelen al een beetje versoepeld, maar tot dan waren er grenscontroles door douane en politie. En die controles zorgden hier en daar ook voor lange files. En zeker in die eerste week heeft dat geleid tot ellenlange files met wachttijden van meer dan 1 uur. Vooral aan de Nederlandse grenzen. Dus in Zandvliet op de A12, ook bij Meer op de E19, Postel op de E34 en Maasmechelen op de E314. Bovendien, omdat de files zo lang waren, lieten sommige automobilisten of vrachtwagenbestuurders zich verrassen en veroorzaakten erg zware ongevallen, waardoor bijvoorbeeld de E19 naar Breda verschillende keren moest afgesloten worden. Maar er waren ook voordelen, want door de coronamaatregelen was het lange tijd bijzonder kalm op onze wegen. Want wij mochten dus alleen die essentiële verplaatsingen maken. Buitenlanders mochten ons land niet in. En als we alles een buitenlandse nummerplaat zagen, dan ging het bijna altijd om een vrachtwagen. Vanaf morgen zullen we in het verkeer zeker merken dat onze landsgrenzen weer opengaan. Vanaf morgen zal je zeker meer buitenlandse nummerplaten gaan zien, want België is niet alleen een bestemming, maar ook een echt doorrijland voor Britten, Nederlanders, Duitsers en Fransen die naar een andere plek in Europa gaan. Ik verwacht wel niet direct grote problemen, want in België zelf hebben we door corona nog steeds 20% minder autoverkeer. Dus dat zal geen lange files veroorzaken. De voorbije dagen zijn enkele coronabesmettingen vastgesteld in scholen. In Waarschot, in de provincie Oost-Vlaanderen, zijn 2 kinderen uit een kleuterschool besmet. En in Brugge gaat het om 2 leerlingen uit 2 verschillende basisscholen. De betrokken kinderen, hun klasgenoten en leerkrachten moeten nu 2 weken thuis in quarantaine blijven. Omdat elk kind nu in een zogenoemde klasbubbel zit, kan de rest van de school gewoon open blijven.
Volgens virologe Erika Vliegen moeten we ons niet meteen zorgen maken. Dat hoeft ons niet per se ongerust te maken. Of dat is, hoeft ook niet vertaald te worden als oei, er gaat iets mis bij de opening van de scholen. Dit is wel een beetje wat we verwachten. Maar het is ook heel belangrijk dat dat opgepikt wordt, dat dat gedetecteerd wordt, dat er iets mee gebeurt. Dat is heel belangrijk. En dat is positief dan eigenlijk, dat dat gemerkt wordt. En dat brengt ons bij de coronacijfers van vandaag. De afgelopen 24 uur zijn 20 mensen opgenomen in het ziekenhuis. En dat betekent dat er nu 395 mensen in de Belgische ziekenhuizen liggen met COVID-19. 82 van hen hebben intensieve verzorging nodig. Jammer genoeg zijn 5 mensen overleden aan COVID-19. Het aantal nieuwe besmettingen dat blijft rond de 100 schommelen. Zo kwamen er nu 111 nieuwe gevallen bij. En dan politiek nieuws. Federaal premier Wilmès, Vlaams minister-president Jan Bon en zijn Waalse collega Di Rupo zouden het best samen de gesprekken over een nieuwe federale regering leiden. Dat heeft N-VA-fractieleider De Rover gezegd in de Zevende Dag. De regering die N-VA daarbij voor ogen heeft, is de huidige minderheidsregering met Liberalen en CD&V, aangevuld met N-VA en PS. Maar de Waalse socialisten zeggen allang dat ze dat niet willen. Christen-Democraten, Liberalen, Socialisten en Groenen keurden eergisteren een nieuw pakket steunmaatregelen goed voor bedrijven en gezinnen. N-VA deed uiteindelijk niet mee, maar dat zegt niets over de regeringsvorming, klinkt het. Dus het is geen voorafspiegeling van wat dan misschien absoluut toch niet, integendeel zou kunnen worden? Absoluut niet. Ik denk dat Vivaldi... wij zijn tegenstander van Vivaldi, omdat dat geen vertaling is volgens ons van de verkiezingsuitslag in Vlaanderen. En omdat u er niet in zit. N-VA gaf geen groen licht, omdat de partij vindt dat er nu een echte regering moet komen. Maar daar wachten we al meer dan een jaar op. Ik denk dat die as PS-N-VA... dat die eigenlijk een goede meerderheid kan vormen samen met wat nu de restregering is. En dat mevrouw Wilmès waarschijnlijk de meest objectieve visitekaart heeft om daar initiatief in te nemen. En dan denk ik dat meneer Jan Bon en meneer Di Rupo beide pilaren kunnen zijn waarop die brug kan gelegd worden. Dat zou betekenen dat de Franstalige socialisten de vroegere centrumrechtse Zweedse regering, die haar meerderheid verloor, zou aanvullen. De PS is daar al lang heel duidelijk over. Si c'est pour aller dans la Suédoise, c'est non. Nee. Never. Nooit. En toch zullen N-VA en PS elkaar moeten vinden, aldus De Rover. Dat is een as waar rond een werkbare regering kan gevormd worden. En die as kan maar gesmeed worden wanneer er serieuze en open gesprekken plaatsvinden. En dan moeten we dus het aftasten beginnen beëindigen. Dat aftasten of snuffelen, daar zijn de voorzitters van de socialisten bijna mee klaar. Ze werken aan hun eindverslag. Maar toch houden de autoriteiten in China de adem in. Nu er 57 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, waarvan de meeste in de hoofdstad Peking. Het gaat om het hoogste aantal nieuwe besmettingen in China sinds april. De besmette mensen in Peking waren op een voedingsmarkt die onmiddellijk door de overheid gesloten is. Deze markt in Peking zou de bron zijn van de nieuwe coronabesmettingen in China. Tientallen mensen hebben in de Chinese hoofdstad positief getest. Allemaal stonden ze op de markt als verkopers of klanten. De Chinezen reageren scherp. De markt wordt zaterdag al gesloten en zo'n 11 buurtwijken zijn in quarantaine geplaatst. Een Franse tv-ploeg ziet veel politie op straat. Of dit nu een nieuwe coronagolf wordt, moet nog blijken. Op deze andere markt in Peking is niet iedereen even bezorgd.
De overheid onderzoekt hoe de uitbraak op de markt is ontstaan. De toestand doet denken aan het begin van de pandemie eind vorig jaar. Meerdere steden werden toen afgesloten van de buitenwereld. In coronatijden kunnen muzikanten niet op tournee gaan. En dan moet je creatief zijn, zoals Eefje de Visser. Want zij heeft nu een concertfilm gemaakt. Straks krijgen we een voorsmaakje. Maar eerst het sportnieuws, ja. Maarten, met een historische avond toch wel voor voetbalclub Napels en dan vooral voor onze Rode Duivel, Dries Mertens. Ja, Dries Mertens die was daar al redelijk onsterfelijk, moet ik zeggen, in Napels. En dat is hij nu helemaal. Hè. Tegen Inter Milaan, de ploeg van Romelu Lukaku, maakte hij zijn 122e goal al voor Napoli. En zo is hij de topschutter aller tijden van Napels. De goal van Mertens was een belangrijke, want het levert zijn ploeg een plaats op in de finale van de beker van Italië. Het werd 1-1 en Napels had ook de heenwedstrijd gewonnen. In de finale spelen Mertens en co. volgende week al tegen Juventus. Het zijn nog altijd coronatijden en dus worden de gangen in het stadion, de kleedkamers en de stoeltjes voor het begin van de wedstrijd grondig ontsmet. Bij Napels zijn alle ogen gericht op Dries Mertens, want hij kan topschutter aller tijden worden bij Napoli. Voor het begin van de wedstrijd is er een minuut stilte voor alle slachtoffers van het coronavirus. Romelu Lukaku en Inter verloren de heenwedstrijd met 0-1. Napoli en zijn clubicoon Dries Mertens spelen dus de finale van de Italiaanse beker. In Italië zijn ze nog maar net beginnen voetballen, in Duitsland al wat langer. En daar kan Bayern München over 2 dagen al kampioen zijn als Bayern wint van Werder. In Spanje is het vanavond uitkijken naar de terugkeer van Eden Hazard met Real Madrid. En Thibaut Courtois staat Hazard vanavond tegenover het bescheiden Eibar. De Rode Duivel keert terug na een enkel blessure. En volgens zijn coach Zinedine Zidane zijn Hazard en de andere geblesseerden opnieuw helemaal klaar. Bueno, lo bueno y la buena noticia es que han tenido tiempo para prepararse como los demás, mismo teniendo, y como tú dices, una lesión un poco más larga para Marco, pero está entrenando con normalidad con nosotros y Eden también. Entonces van a estar disponibles, van a estar con nosotros y eso es una buena noticia. Zidane hoopt dat Hazard vanavond vliegt, net als Lionel Messi gisteravond. De superster van Barcelona scoorde 1 keer en leverde 2 assists. En zo won zijn ploeg makkelijk met 0-4 op het veld van Mallorca. Messi is topschutter in Spanje en assistkoning. In een leeg stadion, maar met het geluid van publiek door de klankkasten, heeft FC Barcelona wel geteld 64 seconden nodig om een eerste keer spelval. En zo wordt het 0-3. En in de toegevoegde tijd zette Mallorca met 0-4. Ja, en door die overwinning bedraagt de kloof tussen leider Barcelona en nummer 2 Real Madrid 5 punten. Maar Real kan die kloof straks dus verkleinen tot 2 punten. Er is in Spanje nog tijd om het een en ander in te halen. Er moeten nog 10 speeldagen afgewerkt worden. Kent u de Belgian Hammers al? Dat is onze gemengde estafetteploeg in het triathlon, een nieuwe discipline op de Olympische Spelen. En ook al heeft het coronavirus de minutieuze planning stevig door elkaar gerammeld, toch zijn hun kansen op een medaille in Tokio alleen maar groter geworden. Hoe dat komt, leggen ze uit vanuit Hazewinkel, waar ze samen een swimrun deden. Dat is een Scandinavische sport die aanleunt bij een triathlon. Ja, we gaan dus een swimrun doen, heel avontuurlijk in dit prachtig meer. De bedoeling is dus dat je rond de vijver loopt en 4 zwemstroken doet, waar je zwemt met je schoenen aan. De 4 Belgian Hammers trainen voor het eerst weer samen. In een swimrun worden ze gekoppeld aan een jong talent. Een leuke teambuildingactiviteit, al hadden onze triatleten zich deze periode helemaal anders voorgesteld. Normaal gezien stonden we nu in die laatste rechte lijn naar de Spelen. En om hopelijk die medaille te halen. En ja, nu staan we hier om een swimrun te doen. En terug eigenlijk voor de eerste keer in maanden eigenlijk samen te trainen. Dus het is wel een redelijk groot verschil. Mentaal was het loodzwaar. Maarten van Riel zocht heil in yoga en meditatie. En die andere Belgische topper, Jelle Geens, ging extra hard trainen. Als ik thuis gewoon zit, dan verveel ik mij. Dan word ik depressief en ik heb eigenlijk wel... Ik heb ook gewoon de liefde voor de sport een beetje teruggevonden. En, niet dat ik die ooit kwijt was, maar ik had wel beseft van ik doe het eigenlijk wel echt gewoon heel graag.
Maar door blessureleed komt dit extra jaartje de Belgian Hammers misschien wel goed uit. Voor mij heeft corona me permis d'avoir un peu plus de temps pour récupérer correctement et donner le temps au corps aussi de revenir en forme. Die spelen in Tokio hadden misschien juist te vroeg gekomen. Omdat onze atleten echt nog aan het groeien zijn, zowel fysiek als mentaal. Je voelt dat ze hier volwassener uitkomen en ook meer verbonden als een team. Niet alleen met de aflossingsploeg, maar ook individueel mikken Geens en Van Riel nog altijd op een Olympische medaille. De gouden medaille is natuurlijk wel degene waar je echt voor gaat, maar ik zou toch al tevreden zijn met eender welk kleurtje. Individueel of met de hammers? Dat is voor mij om het even. Ja, een zwemmer hem. Zwemmen met de schoenen aan, daar maak jij al zorgen over. Hè? Ja, Maarten, dank je wel. Ja, Eefje de Visser was dat tijdens een Radio 1-sessie in februari, toen ze haar nieuwe plaat Bitterzoet kwam voorstellen. Een album dat al na een week op 1 stond. En het voorjaar en de zomer waren volgepland met optredens, maar toen kwam corona. Eefje de Visser besloot dan maar om van haar tournee een concertfilm te maken, opgenomen bij haar thuis. Haar hele appartement, dat ook een opnamestudio is, staat overhoop, maar die bedrijvigheid is welkom. Hier ontstond het album Bitterzoet. Toen de lockdown inging, waren wij net onze laatste try-out aan het doen en stonden we klaar om te gaan toeren. En dan kwam die tour dus niet. En het idee is dat we nu die show die we voorbereid hebben gewoon hier kunnen spelen. Maar dan dus in een andere setting, eigenlijk in de setting van ons huis, maar ook met instrumenten die we live niet mee kunnen nemen. Zoals mellotron hier bijvoorbeeld, dat mensen kennen vooral van de Beatles. Dus dat is een instrument dat we live nooit mee gaan kunnen nemen. Je kan de trap al heel moeilijk afkrijgen. Maar nu kunnen we dat wel inzetten. Maak de zon zwak, zon zwak, maak de zon zwak. Als hij opkomt, als hij opkomt. De bedoeling is ook dat iedereen die hier op de set staat een loon verdient aan de film. We kunnen gewoon weer werken op deze manier. En aangezien iedereen toch wel echt behoorlijk werkloos is nu deze periode, wilden we gewoon iets maken waar we ook allemaal weer geld mee konden verdienen. Toch blijft het gemis van een publiek een constante aanwezige. Live optreden met publiek, dat is gewoon priceless. Nee, dat is echt zo belangrijk ook. En dan komt de plaat ook echt nog meer tot leven en dan is er een soort van... Ja, een energie, zeg maar, die toch anders is. Kaartjes voor de film die op 3 juli online in première gaat via eefjedevisser.com. En wij begonnen dit journaal met nieuw politiegeweld in Atlanta, in de Verenigde Staten. De politie schoot daar een zwarte man van 27 dood toen die een stroomstootwapen wist te bemachtigen en agenten daarmee bedreigde. De politiechef van de stad heeft intussen ontslag genomen. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot vanavond. In Georgia, a taser is not a deadly weapon. That's the law. That's what the cops are trained to do. I do not believe that this was a justified use of deadly force and have called for the immediate termination of the officer. What do we want? Now. Het protest zal zeker niet gaan liggen. De vraag is alleen hoe heftig en hoe hevig gaat het worden in andere delen van de VS. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.